Vandaag, zaterdag 11 maart, mogen wij even binnen zijn bij de brandweer in Kuik. En waarom? Er zijn brandweerfeesten, brandweerwedstrijden, brandweer iets. Bij mij heb ik... Vaardigheidstoetsen noemen ze het eigenlijk. Willy van Tiel, postcommandant van brandweer Kuik. De goede benaming is vaardigheidstoetsen. Maar wat lekkerder in de mond ligt is een wedstrijddag voor brandweer. Hier in Kuik organiseren we op twee verschillende locaties brandweerwedstrijden. Op iedere baan komen 10 verschillende ploegen, 10 verschillende korpsen uit de regio hier spelen. Korpsen worden beoordeeld op een stukje veilig werken, redtijd van de slachtoffer, totale speeltijd. En daar worden ze beoordeeld. Er loopt een jury mee. Ze kunnen punten scoren. En ja, wie de beste punten scoort, valt vanavond in de prijzen. Ja. Is dit een wedstrijd gewoon puur voor de lol of is het ook echt kennis? Dat is een hele goeie. Het is inderdaad een stukje kennis, maar het is een stukje teambuilding voor de posten. Maar ook gewoon een extra training. Wij korpsen, wij oefenen allemaal één keer in de week bij onze eigen post. Maar nou wordt er eigenlijk een scenario uitgezet door een andere post. Je hebt totaal geen kennis van wat je te wachten staat. Het is echt de realiteit, alsof je naar een echt incident toe gaat. En op die manier is het dus gewoon een extra oefendag. En het is een dagje uit ook voor de mensen bij elkaar, het korps. Dus al met al, het bedoeling is echt om ervaring op te doen. Een rugzakje vullen noemen we dat wel eens. Is dit leuk voor de mensen die meedoen, voor de brandweermensen? Want zien die dit als zo van, is maar een wedstrijdje? Of is het echt competitie? Nee, dit is echt competitie. Dit is echt competitie. En de mensen die vandaag hoge ogen scoren en ook gewoon 1, 2 en 3 worden, die gaan door naar de volgende ronde, de gewestelijke ronde. En score je daar hoog, dan ga je door naar de landelijke finales. Dus er zit wel echt een drive achter. Mensen zijn echt gemotiveerd om ervoor te gaan, hoor. Serieus werk. Ja. Zeker weten. Zeker. Hoeveel mensen doet Kuik mee? Kuik zelf, wij organiseren het vandaag. Dus wij spelen zelf geen wedstrijddag, omdat wij de banen organiseren. Maar ons hele korps doet mee, dus dat wil zeggen 26 leden. Daarnaast verschillende oudleden, maar ook de aanhang is erbij voor de verzorging van lunch, ontbijt, ga zo maar door. Dus we zijn vandaag met zeker een 40 man bezig. Oh, ja. flinke hap mensen. Ja. Ja, er zit heel veel werk achter. Want ik heb begrepen, jullie zijn ook op twee verschillende plekken vandaag. Kan je er kort iets over vertellen? Ja, aangezien het filmpje wordt uitgezonden op het moment dat de wedstrijden gespeeld zijn. Wij zijn niet live mensen. Durf ik wel iets over te zeggen. We hebben een tweetal mooie scenario's. Eén daarvan is op het Lavendelplein tegenover de Jumbo. Dat is een mooi scenario. Daar hebben wij als thema open dag. Wij staan er als brandweer verschillende demonstraties te geven. En één daarvan is met een dompelcontainer. En die is uit het hakarmsessie geschoten. Dus die hangt op een kantelpunt. En ja, daar zit een persoon onder met zijn hand. Daarnaast nog een slachtoffer wat verwond is door een steekvlam. Dus die loopt rond met brandwonden in gezicht, handen. Die wordt ook afgeblust door een BHV'er die daar toevallig rondloopt. Ja, dus als op het moment dat daar de spelende ploeg te plaatsen komen, hebben ze hun handjes vol, ja. De andere locatie is op het Louis Jansenplein, midden in het dorp. Is ook mooi voor het winkelende publiek. Allebei de scenario's trouwens zijn prachtig mooi te bewonderen. Ze zijn rondom afgezet, maar je kunt heel dichtbij komen, dus je kunt goed zien wat er gebeurt. Het andere scenario wordt eigenlijk de opbouwfase van de 11 kroegentocht nagespeeld. Mooi Kuiks thema. De kroegentocht wordt op dat moment opgebouwd. De wedstrijdwagen staat er al met de schuimbak ervoor. Er komt een cateringsbedrijfje komt aan voor de verzorging. De man in de auto is niet goed geworden. Die rijdt met zijn bestelbusje tegen de wedstrijdwagen aan. Waardoor er achter in de cateringswagen een vlammetje ontstaat. Een klein vuurtje wat makkelijk te blussen is. Maar aan de andere kant valt er een IBC met gewoon alleen maar water op een palletwagen. Die valt uit de wedstrijdwagen in de schuimbak en daaronder ligt een slachtoffer bekneld. Met een laagje schuim al in de bak, dus dat maakt het extra moeilijk. Ja, een mooi scenario. Ja. En niet makkelijk op te lossen. Nee. Jullie leveren ook zelf de slachtoffers? Ja. Dat is ook nog een kunst apart, of niet?
Ja, het is een zware taak, omdat je inderdaad in de vloeistof al ligt, koud, alles speelt natuurlijk mee. Maar de hele dag is voor iedereen best heftig en lang. We zijn vanmorgen vroeg om 5:30 begonnen, om alle banen gereed te maken. En iedere baan wordt als het ware 10 keer gespeeld en er moet 10 keer op exact dezelfde manier gespeeld worden. Dus de slachtoffers moeten hetzelfde reageren, de politie moet op precies hetzelfde moment in beeld komen, de ambulance moet hetzelfde handelen. Dus alles moet 10 keer precies hetzelfde gaan. Het klinkt mooi, maar jullie kunnen niet meedoen nu, dus jullie kunnen geen punten verdienen? Inderdaad, wij verdienen vandaag geen punten, maar er worden meerdere wedstrijden gespeeld per jaar. Dus wellicht dat wij nog op een andere locatie gaan aansluiten. Het wordt ook trouwens, ieder jaar worden de wedstrijden georganiseerd, dus gaan we dit jaar niet spelen, dan doen wij volgend jaar zeker te weten mee. Okay. Nou, super. Dankjewel voor je tijd. Ga je zelf nog even de baan op zometeen? Ja, zelf loop ik de dag ook inderdaad rond om te kijken of alles goed verloopt, of er nog vragen zijn, of er nog ergens extra verzorging nodig is. Dus zelf loop ik ook gewoon de hele dag rond. Inderdaad, ik zou jullie ook graag uitnodigen om zeker te gaan kijken. Er is veel te zien, veel te doen. Gewoon echt ook voor de mensen zelf een leuk dagje uit. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. En zoals je al zei, wij gaan ook kijken. Helemaal dus goed. Wij vertrekken nu. Dankjewel. Succes.
collega's op mijn kennis? Nee, hoe lang is het geleden dat we voor de laatste keer hebben dat goed geld waren? Ja, we zitten hier al even, dus. Ja, geweldig. Dus kom dan maar een keer welkom heten. Welkom allemaal. En in de bijzonder hebben we vandaag onze nieuwe burgemeester Marieke Roman. Burgemeester Alan van Kuik. Vandaag is het weer een mooie, maar ook lange dag geweest. En als eerste wil ik graag mijn Postkuik bedanken. Maar ook zeker de aanhang en onze oud-leden bedanken voor hun inzet van vandaag. Maar ook voor de afgelopen weken. Door hen is mede deze dag mogelijk gemaakt. En dan vind ik wel een applausje waard. Dank dat jullie er vandaag waren. En ik zou zeggen, we gaan heel snel over naar de prijsuitreiking. En dan zullen we het wel zien wie er morgen heeft. Dankjewel en fijne avondjes straks. Als winnaar van vandaag, de Post Vlijmen. Burgemeester, dankjewel voor jouw hulp. Alle ploegen, wel thuis. Bedankt voor jullie toename en de winnaar van de top 3 volgende ronde. En voor de rest, graag tot volgende.